Moderne westerse mensen zijn erg individualistisch. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. De meeste van onze voorouders waren collectivistisch. En vandaag de dag op onze wereldbol is de individualistische westerse mens ook eerder uitzondering dan regel. In de geschiedenis van het westerse denken wordt de kiem voor het individualisme vaak gelegd bij een denker die heet René Descartes. Hij werd in de 16e eeuw in Frankrijk geboren, maar heeft ook lange tijd in Nederland gewoond en gewerkt. Het beroemdste en meest beruchte boek van Descartes heet De Meditaties. Het is een filosofische zoektocht naar de waarheid. Al op de eerste pagina's van het boek besluit Descartes om alles wat hij tot dan toe geleerd had en alle kennis die hij tot dan toe had opgedaan, eventjes overboord te zetten. En helemaal vanuit het niets te beginnen met zoeken naar zekerheid, naar waarheid. Toen de tijdgenoten van René Descartes dit boek lazen, rolden ze van hun stoel van verbazing. Waar haalt zo'n denker het gore lef vandaan om te denken dat hij in zijn eentje het hele wetenschappelijk kenapparaat opnieuw kan doordenken? Waar haalt zo'n filosoof het gore lef vandaan om te denken dat hij alles wat zijn voorgangers gedaan en geproduceerd en gedacht hebben, dat hij dat zomaar bij het oud vuil kan zetten? Je kunt het ook omdraaien en dan zeg je René Descartes was de eerste die op zijn eigen verstand en al op zijn eigen verstand alleen durfde te vertrouwen. René Descartes was de eerste die individualistisch te werk ging. Deze Franse denker René Descartes wordt nogal eens vergeleken met de islamitische denker Al-Ghazali die zo'n 500 jaar voor hem leefde. Ook Al-Ghazali was op zoek naar de waarheid, was op zoek naar zekere kennis. En net als René Descartes 500 jaar later ontdekte Al-Ghazali dat die nog niet zo makkelijk te vinden is. Maar er is één groot verschil tussen deze twee oerdenkers. René Descartes voor de westerse traditie, Al-Ghazali voor de islamitische traditie. Al-Ghazali piekerde er niet over om de onderneming in zijn eentje te gaan opzetten. Al-Ghazali zou het eens zijn geweest met de tijdgenoten van Descartes. Die zeiden, waar haalt de beste man het gore lef vandaan om te denken dat hij dit alleen wel kan? Nee, zegt Ghazali, wetenschap, kennis, waarheid en zekerheid is een collectivistisch proces. Dat kun je niet in je eentje doen. Kijk maar naar je eigen kennis. Zonder alles wat je van je ouders gehoord hebt en wat je op goed geloof hebt aangenomen. Zonder het voorwerk van al die wetenschappers en al die docenten en al die leermeesters die je gehad hebt, had je nooit kunnen denken, nooit kunnen onderzoeken en nooit kunnen weten wat je nu weet. Ghazali zegt, wetenschap is een collectivistische onderneming. Vandaag de dag is de methode van Descartes eigenlijk gemeengoed geworden. Iedereen vindt het logisch om zelf kritisch na te denken, om niet zomaar op de mening van anderen te vertrouwen en altijd zelf je eigen onderzoek te doen. Tegelijk zijn er vandaag de dag ook kritische geluiden over. Want de uitspraak denk zelf na en check zelf je bronnen wordt niet alleen gedaan in wetenschappelijke kringen, maar ook in kringen van mensen die denken dat de aarde plat is. Of die vinden dat je tegen vaccinatie zou moeten zijn. Die denken dat het coronavirus een hoax was en dat de wereld wordt geregeerd door complotten. Maakt de filosofie van Ghazali eigenlijk opnieuw relevant? Want is het eigenlijk wel zo dat als het gaat over kennis en over feiten en over bronnen checken, dat je dat eigenlijk alleen maar zelf als individu zou moeten doen? Of zou je misschien ook moeten zeggen dat wetenschap en kennis en feiten en bronnen, dat dat ook iets te maken heeft met een collectief waarin je soms gewoon vertrouwt op wat andere mensen voor jou hebben uitgezocht? Leuk dat je keek naar deze video. Wil je meer zien van Al-Ghazali? Kijk dan naar de andere video's op dit kanaal of ga naar www.verlostvanonzin.nl waar je allerlei informatie zult vinden over het boek Verlost van Onzin, over lezingen die we erover houden en natuurlijk nog veel meer.